Nou, we leven in een hele spannende tijd. Wij mensen veranderen de wereld op een ongekende schaal en in een ongekend tempo. En dat brengt natuurlijk allerlei problemen met zich mee. We zien klimaatverandering, ontbossing en daardoor worden heel veel soorten in hun voortbestaan bedreigd. Maar er zijn ook allerlei soorten die het eigenlijk best wel goed doen door menselijk handelen. Bijvoorbeeld in de stad, we zien dat merels doen het bijvoorbeeld heel goed in een stadsomgeving. En ik wil begrijpen hoe dat soort soorten zich aanpassen aan de stad. Want daarmee kan ik ook andere soorten die wat minder goed in staat zijn, een handje helpen. Nou, ik kijk met name naar de communicatie en dan de invloed van verkeerslawaai en lichtvervuiling op communicatie bij dieren. En we zien bijvoorbeeld dat veel vogels in de stad luider gaan zingen, kikkers die gaan luider roepen, vogels die gaan vroeger zingen in de stad. En dat is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met hoe wij mensen doen. Want als wij met elkaar aan het praten zijn en het wordt heel rumoerig, dan ga ik luider praten. Dus dat is een aanpassing. Maar jij gaat ook bijvoorbeeld beter op mijn lippen letten. Nou, ik werk in Panama met kikkers en die hebben natuurlijk geen lippen. Maar wij hebben robotkikkers ontwikkeld die een beetje hetzelfde doen als wat de kikkers daar doen. Als ze roepen, dat doen ze om fruitjes aan te trekken. Dan blazen ze eigenlijk een soort van zak enorm op. En vrouwtjes kunnen die zak ook gebruiken om hun mannetjes beter te zien en beter te vinden. Nou, wat we hebben gevonden is dat als wij het lawaaiig maken in hun omgeving, dan zien we dat vrouwtjes meer gebruik gaan maken van die blaaszak. En dat is dus een manier voor deze soort om zich aan te passen aan lawaai. Nou, ik wil dus in de toekomst beter begrijpen of andere dieren ook dit soort van mechanismen hebben om zich aan te passen. En zo kunnen we in de toekomst eigenlijk de stad zo inrichten dat die niet alleen prettig is voor mensen, maar ook voor dieren.